Nou, daar zijn jullie dan uiteindelijk. Ja, het heeft even geduurd, maar we zijn er. Ja, en jullie maken vandaag een soort safari, heb ik begrepen, hè? Ja, we hebben een route gemaakt van 70 scholen van vereniging CBO Noordwest-Friesland. Ja. En wij zetten ons met alle scholen in voor Victory for All. Okay. Die stichting heeft in Zuid-Afrika en zich inzet om kansarme kinderen een kans te geven door middel van goed onderwijs. Hey, dat is mooi. En ja, jullie doen dat met z'n drie. Wie zijn jullie eigenlijk? Stel eens voor. Ik ben Saskia de Jong. Ik ben leerkracht in Tjum. Dus een school binnen de vereniging. En ik zet me buiten dat ook in voor Victory for All. En? En ik ben Sepp Twedda, oud-leerkracht van de vereniging. En ik hou me bezig met scholen voor scholen projecten binnen de vereniging. Mooi. En? Enkele Zina Posma. Ik ben interne geleider op de Statenschool. Ik ben een collega van Saskia. En Saskia die is helemaal enthousiast over Victory for All. En die heeft mij daarom gevraagd, goh, wil jij ons de hele dag rondtoeren? Hoe loopt het tot nu toe vandaag? Ja, hartstikke goed. We zijn om 8:30 vanmorgen begonnen in Franeker. En nu zijn we hier in Dronrij. Zometeen gaan we nog naar het Anker. Ja, wat wel heel erg leuk was, denk ik, als ik nu even terugdenk aan de ochtend toen we in Harlingen kwamen bij de Johan Friso school. Daar hebben kinderen, een aantal kinderen hebben voor ons een lied gespeeld op Vanity en Beest. Maar dat is helemaal ingestudeerd en dat is dan wel heel leuk welkom. Ja, dat is ook de helemaal de sfeer meteen dan, hè? Ja, dan heb je helemaal die sfeer te pakken. Echt een Zuid-Afrikaanse sfeer. Ja. En op een andere school met de vlaggetjes. Zuid-Afrikaanse vlaggetjes hadden de kinderen allemaal. Okay. En wat hebben we nog meer gehad? Het Afrikaanse volkslied werd gespeeld. En we zijn zelfs ergens binnengehaald door een erehaag. Ja, dat was in de... Het is geweldig. Ja. Dus een ronde maken tussen de kinderen door. Heel leuk. Nou, in 2003 zijn Johan en Astrid Vas, een Nederlands echtpaar, verhuisd met hun gezin naar Zuid-Afrika. En die zijn door de sloppenwijken gaan lopen. Hebben ze in het begin melk uitgedeeld. En toen, ja, ze wilden wat voor die mensen en de kinderen daar betekenen. Dus toen hebben ze op een gegeven moment een stichting opgericht. Stichting Victory for All. En schoolgebouwen neergezet en ze zorgen door middel van goed onderwijs daar dat kinderen een toekomst hebben. En gaan we nou op die scholen verwachten? Wat moeten ze doen? De bedoeling is dat we hebben 2 weken hier een projectweek, al die 70 scholen dus, van de vereniging. En de eerste week krijgen de kinderen heel veel lessen rondom Zuid-Afrika. Hoe wonen de kinderen daar? Hoe is het onderwijs daar geregeld? Wat voor eten krijgen ze? Heel veel informatie. En in de tweede week worden er allerlei acties op de scholen gehouden. Om geld in te zamelen voor Victory for All. Van tevoren hebben we dus in de teams zitten brainstormen van oh, wat kunnen we doen met z'n allen? En hoe kunnen we de kinderen... dingen laten doen om geld te verdienen voor Afrika. Nou, er zijn allemaal leuke ideeën uitgekomen. Ja, vertel eens wat. Kinderen gaan zelf armbandjes maken of sminken of iets lekkers bakken. En dat dan weer verkopen op een bepaalde middag op school. Sponsorlopen. Sponsorlopen. Dus het is sportief, creatief. Flessen verzamelen waarschijnlijk. Ja, ook nog. Ja. Er zijn ook scholen die doen een heitje voor een karweitje. Elke school mag zelf de acties met kinderen bedenken en uitvoeren. En dat is in het hele Waadhoekengebied, hè? Ja. Nou, ik ben wel... 17 scholen en over 14 dagen, ook op maandag, daar gaan Saskia en ik weer bij de school. Op vrijdag. Op vrijdag, ja. Gaan we wel... De scholen weer belangstelling en dan hopen we dat een check ingevuld is met een mooi bedrag. Ja. En dat brengen we dan bij het bovenschools management van de scholen. En dan kunnen we zien hoeveel geld we in totaal hebben opgebracht. En dan kan dat prachtig gebruikt worden in Zuid-Afrika. Dan zullen we dan nog weer eens even kijken over 2 weken. Hè? Ja, kijken wat de opbrengst is. Wat het opbrengst is, hè? Ja, dat is leuk. Bedankt, hè?
Rita. Stuur vele groeten. Nou, dat is nog eens een warm welkom. Een echt Zuid-Afrikaans warm welkom. Hier zien jullie een paar kindjes van onze Victory for All Basisschool King's College hier in Zuid-Afrika. En namens alle 340 kinderen en alle staf, alle mensen die meewerken, willen we jullie alvast heel hartelijk bedanken voor het enorme bedrag wat jullie binnen gaan brengen. Want daar hebben we alle vertrouwen in. Want ja, dat bedrag wat jullie bij elkaar gaan lopen, rennen, zwemmen, dingen verkopen, dingen pakken, klusjes die jullie gaan doen. Ik weet niet wat voor ideeën jullie allemaal hebben. Ik ben er heel benieuwd naar. Dus ik zou het ook heel leuk vinden als jullie ons filmpjes en foto's daarvan gaan sturen natuurlijk. We zijn benieuwd. Maar we zijn in ieder geval ontzettend dankbaar dat jullie dit willen gaan doen. En weet je, ik heb bedacht dat de school, want dit zijn natuurlijk een heleboel scholen bij elkaar, de school die het meeste geld op gaat halen, die krijgt van ons een hele leuke verrassing. Dus, go for it, maak er wat moois van. En kinderen, hebben we nog wat te zeggen dan allemaal? For Africa. For Africa.